Jouw eigen gevoelens. In deze video bespreken we de volgende onderwerpen. Familie en vrienden. Werk of school. Ontspanning. Praten over de dood. Je naaste zegt ik wil niet meer leven of doet zichzelf pijn. Dat is heel moeilijk. Praat erover met mensen die je vertrouwt. Bijvoorbeeld je partner, familie of vrienden. Je hoeft niet alleen te zijn. Deel je gevoelens. Familie en vrienden. Vraag aan vrienden, buren of familieleden of ze je willen helpen. Ook als je niet precies weet hoe. Gewoon samen praten kan al helpen. Denk ook aan andere gezinsleden. Broers, zussen of kinderen hebben ook steun nodig. Misschien willen andere familieleden of vrienden daarbij helpen. Werk of school. Vertel je baas, leraar of iemand anders op je werk of school over de situatie. Vraag om begrip en praktische hulp als je opeens niet kunt komen. Als je dat wil, kun je ook met collega's of klasgenoten praten. Ontspanning. Het helpt niemand als jij jezelf vergeet. Je hebt ook je eigen leven. Doe dingen waar je blij van wordt en let op jezelf. Dit geldt ook voor de rest van je familie. Praten over de dood. Het is belangrijk dat er ruimte is om over de dood te praten. Dit kan de eenzaamheid wegnemen. Vertel je naaste dat jij met anderen wilt praten over wat er gebeurt. Zeg dat je het niet geheim kunt houden. Dat is te moeilijk voor jou alleen. Vertel je naaste met wie je je zorgen wilt delen. Naast familieleden en vrienden kunnen dit ook hulpverleners zijn. Kijk voor meer informatie op www.ypsilon.org of op www.113.nl.